ben Lex van der Steen, 21 jaar oud en ik studeer docent beeldende kunst en vormgeving. En ik zit nu in mijn laatste jaar, dus het vierde jaar. Nou, toen ik op de middelbare school zat, had ik gekozen voor tekenen. En tijdens dat tekenen gingen we naar musea en dergelijke. En die confrontatie met kunst, dat heeft wel iets achtergelaten op dat moment. En daarnaast heb ik een supergrote liefde voor filosofie. Stel nou dat ik dat jouw werk staat daar geïnstalleerd. Hoe zie ik dan dat het met vrijheid te maken heeft? Of hoe ervaar ik die vrijheid? Ik liep stage op het SG Verdi. Dat was ook mijn middelbare school. Dus precies die plek waar ik die confrontatie met de kunst voor het eerst heb gehad. Die filosofie en die kunst, die houden zich nergens aan. Dus die gaan eigenlijk overal naartoe. En die doordringen elk aspect van het leven. En wat ik dan leerlingen graag zou willen meegeven is dat die lessen die stoppen niet op het moment dat de bel gaat. Dus die lessen die gaan door op het moment dat je thuis bent en je bord met aardappelen zit te eten. Of wanneer je voor het eerst een lange reis gaat maken. En het zou gewoon tof zijn als die kritische houding of die manier van kijken naar de wereld ook op dat soort momenten naar boven zou kunnen komen. Kijk, als ik iets direct weet, als ik iets zie staan van oké, dit is een banaan. Dan denk ik zo van oké, ja nou, oké. Maar als ik iets op straat tegenkom met een vraag die heel gek is, zoals wat lust je het liefst? Dan word ik ineens betrokken. Dus hoe kijk je naar en hoe observeer je de dingen die je meemaakt, de ruimte om je heen, jezelf. En hoe kun je die constant herontdekken? In het begin je met de filosofie en neem je een object waar en dan denk je oké, een boom is een boom. En op een gegeven moment kom je erachter van oké, de boom is hoe ik de boom waarneem. Dus die boom stemt niet volledig overeen met hoe ik die boom per se ervaar. Dus niet alleen leert van de docent, maar ook van, nou ja, dat zou je dan het andere kunnen noemen. Zoals ik al zei, zo'n boom heeft iets onuitputtelijks. Dus mijn benadering daarvan die is nooit volledig. Dus er liggen eigenlijk altijd verrassingen op de loer. En in mijn onderzoek kijk ik nu naar een nieuwe stroming binnen de filosofie die dan alsnog poogt, vaak door middel van kunst, toch nog iets over die wereld te zeggen. De kunst gaat over alles en nou ja, sinds het tijdperk van de ready-made kan kunst ook alles zijn. En in die zin is de kunst ook een plek waar de persoon achter de leerling naar voren kan komen. Juist omdat zo'n les niet stopt bij op het moment dat de bel gaat, maar omdat hij de les mee naar huis kan nemen. Dat wat ik probeer te doen op een manier om dat in zijn werking te brengen, is om die les ook daadwerkelijk uit het klaslokaal te halen. Dus ik had tijdens mijn stage besloten om tijdens een les niet de kinderen afbeeldingen te laten zoeken op hun laptop, maar gewoon het bos in te gaan. En met die kinderen in het bos te kijken van oké, wat zien we nou en in welke zin kunnen we hier iets ontdekken dat nuttig is voor de opdracht die ik jullie heb gegeven. En het is echt heel gek, maar hoe kinderen dan in een klaslokaal zijn ze echt heel erg terughoudend en merk je echt een soort van die sociale druk tussen die leerlingen. Op het moment dat ze in dat bos waren, begonnen er sommigen gewoon te rennen. Je wil dus buiten die grotere constructie, die sociale constructie treden. En dat betekent ook dat je zelf eigenlijk je docentrol deels loslaat. Dus ja, eigenlijk precies op dezelfde manier waarop de persoon achter een leerling naar voren kan komen, is het misschien ook wel noodzakelijk dat de persoon achter de docent in ieder geval doorschijnt. Nu is een tentoonstellingsruimte waar ze werk tentoonstellen van kunstenaars waarvan ze zich afvragen van is dit nou kunst? En ik geef daar rondleidingen en ik sta gewoon heel erg achter die aanpak van hun, dus dat ze zich constant afvragen van is dit kunst of niet kunst? En daarmee kom je eigenlijk altijd precies bij dat wat kunst zo interessant maakt, is dat die zo grenzeloos is.